lekkers voor je. Proeven? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatjes. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en ik ben gezellig met Jessie Silver op pad. Want het is mijn vrijdag en het is weer een beetje lekker weer. Dus ik dacht, dat ga ik vandaag nou weer eens doen. En aangezien ik toch een beetje wil lopen, dacht ik, weet je wat? Ik pak de spullen en we gaan gewoon even lekker in het park. Hé? We gaan even lekker in het park spelen. Ja, het grote kleed van tante Elina meegenomen, dat ik hem daarop kan leggen. Het hapje meegenomen en voeding. Wat speeltjes. En we gaan gewoon even genieten van het mooie weer. En ik moet plassen. Hij weet nog niet of hij het heel leuk vindt ook. Hij vermaakte zich wel volgens mij op de grond. Ja. Hoe was jouw dag, poepie? Ja, redelijk rustig eigenlijk. Ik heb vandaag gevolleybald. Oh, dat is leuk. Ik vond het verrassend leuk. Ik vind volleybal altijd. Ik heb het eigenlijk nooit echt gedaan. Een van de weinige dingen die ik wel leuk vind. Ja. Nou, ik vond het ook heel leuk. Ja. Ja. Ik heb wel verloren. Maar voor mij was het de eerste keer. Ja. Ik heb wel gelijk allemaal gekneusde vingers en zo. Had jij dat ook? Nee. Ik ben gewoon heel lom. Ja. Ja. En wat heb je voor lekkers gemaakt? Calamari. Ja, calamari met een beetje kokosmeel.
en een dilletje. God, voor de tijdjes. Ja. Schrikkelijke pot, waar was dat? Die paraplu. Ja. Oh, jezus. Oké. Okay. Jessie, die ligt er nog. Alsof er niks aan de hand is. Een paraplu valt en ik heb het gevoel alsof die hele hond ook in elkaar stort. dat hele hond. Oké. Maar goed. Maar dat is minder erg? Ja, kokosmeel. Want het is erg gezond bezig, hè? Kokosmeel is... kokos is heel gezond. Het schijnt heel goed vezelrijk te zijn. En beter te... Duurbaar. Waar zijn die sokjes dan? Onze volgende honden... Eén tegelijk, maar de volgende hond die we kopen, die heeft geen voeten. Ja? En we hebben nog heel lekker knoflooksaus van 1000cadeaus.nl. Oh. Ik heb hem getest en ik heb hem geproefd en hij is lekker bij vlees en hij is lekker. Jezus. Maar die zag ik gaan. Ik weet niet wat Mona weer aan het lezen is. Mootje. Oh, echt huishouden van mijn jassen. God, kan leren. Ja, tuurlijk. Reed het op. Niet doen. In elk geval. Lekker knoflooksaus van 1000cadeaus.nl. Maar hij is vast niet onwijs gezond. Die wel. Dit hoort erbij. Ja, een klein beetje dan. Maar het is wel grappig, want ze hebben dus... ook kruidenboter en zo voor barbecue. Ja, die was ook lekker, hè? Die was ook heel lekker. Heel lekker. Dus denk ik wel eens een keer wat anders. 1000cadeaus.nl hebben ook gewoon knoflooksaus en kruidenboter. Dankjewel daarvoor. En ik heb een lekkere salade gemaakt van broccoli en tomaten. Mm. Met een beetje dragon. Wat is dragon? Dragon is een kruid. Dat is een kruid. Een kruid. Maar, en komkommer. Okay, en ik weet zeker als mijn vader dit kijkt dat hij denkt, zit er ook nog een uitje in? Nee, dat heb ik niet gedaan. Dus dan weet je het. Nou lekker, dan gaan wij lekker eten. Citroentje. Gaan we het doen? Ja, ik weet het niet. Eens even weghalen. Dat is lekkers voor je. Hoe vind je die lekker? Hij is gewoon net zijn moeder, hoor. Vond je die lekker? Toch maar een beetje mama's kindje. Hè? Nog een keer. Hij weet het nog niet allemaal. Neusvleugels. Vind je het lekker of vind je het niet lekker? Gewoon bijna geen reactie. Ik kan het gewoon hebben. Gewoon lekker. Is het lekker? Lekker. Meer. Hij is het gewoon zien. Hij heeft het gewoon van jou. Ik zeg fijne avond. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje te drukken. En dan zien we bij jou bij de volgende vlog. Ciao!